En de politie had in het weekend de handen vol met de lockdown-overtreders. Meer dan 150 personen zijn overgebracht naar de politieacademie om daar de nacht verder door te brengen. De grootste groep lockdown-overtreders is van de nacht van zaterdag op zondag. In de avond van zaterdag op zondag heeft de politie 121 personen opgebracht. De overige personen zijn opgebracht van zondag op maandag. Twee dames die zaterdagavond zijn opgebracht, hebben getracht vernielingen te plegen aan bezittingen van de politie op het terrein van de politieacademie. Tegen hun zijn er andere maatregelen getroffen. Inspecteur Rachel Deekman, hoofd van de afdeling voorlichting van KPS, begrijpt dat veel mensen in een feeststemming zijn, omdat we het eind van het jaar naderen. Maar dat rechtvaardigt hun gedrag niet, omdat de COVID-19 maatregelen nog altijd gelden. Maar ik denk wel dat we stil kunnen staan bij het feit dat we rond het eind van het jaar zijn en iedereen rond deze periode dus in een feeststemming is. Dat maakt dat anderen gaan naar kerstdineetjes, anderen gaan naar feestjes, anderen die zijn gewoon chill over straat. Maar ja, dat het rechtvaardigt, dus het feit dat we aan het eind van het jaar zijn, rechtvaardigt hun gedrag niet. Omdat die maatregelen zijn afgekondigd met het doel om te voorkomen dat wij met z'n allen besmet raken door het virus. Tijdens de politieoperatie Hoop zijn aan de Latourweg een zestal lockdown-overtreders staande gehouden. Eén van deze personen was gewapend met een vuistvuurwapen. Op hetzelfde adres, dat een drugslocatie bleek te zijn, werden 30 stuks jachtgeweerpatronen aangetroffen en in beslag genomen. Daarnaast heeft de politie zaterdagavond een trouwfeest moeten stopzetten aan de Gongreepstraat. De gasten van dit feest werden met twee bussen van de politie gebracht naar de politieacademie. Deekman zegt dat de politie alles in haar bevoegdheid zal toepassen om de orde te handhaven. Ik wil de samenleving waarschuwen dat ze wel ervoor mogen waken dat het ze niet overkomt, dat ze niet verrast worden op het moment dat ze een boete opgelegd krijgen. Ik heb eerder aan u aangegeven, het optreden van de politie is gebaseerd op de wet. En de politie, het COVID-19 coördinatieteam, buigt zich continu op wat wij noemen die handhaving in het kader van COVID-19. Dat is de reden waarom u ziet dat we niet alles en iedereen direct beboet hebben, omdat we het zo goed mogelijk willen doen. We blijven evalueren, maar het moment kan nou net daar zijn waarop jij het als burger niet verwacht en wij zijn 100% ready. Toch? En dan kun je zeggen, ja, ineens de politie is iedereen à la dol aan het beboeten, maar dan hebben wij ons gewoon goed voorbereid. Dat was dus inspecteur Rachel Deekman, hoofd van de afdeling voorlichting van het Korps Politie Suriname. Ze sprak de media zaterdagavond toe op het terrein van de politieacademie. Het verslag kwam van Richelle Succes Maknak.